Goedemiddag. In het Nationaal Monument Kamp Vught zijn archeologen aan het graven. Ze verwachten dat de grond van het voormalig concentratiekamp een schat aan informatie bevat. In Vught staat verslaggever Saskia van Heijster. Ja, Saskia, ze zijn al begonnen. Is er ook al iets gevonden? Nee, ze zijn echt net begonnen. Ze hebben echt net de eerste schop de grond in, zeg maar. Je kunt hier ook zien, de bovenste laag zijn ze nu aan het afgraven. Daarna wordt al die aarde, ja, die wordt dan weer gezeefd. En dan hopen ze daar van alles dus te vinden. En waarom zijn die opgravingen zo belangrijk? Ja, ze willen hier natuurlijk vooral die verhalen van die gevangenen tastbaar maken. En er zijn eerder ook al opgravingen gedaan in andere kampen, zoals kamp Westerbork. Daar zijn bijvoorbeeld sigarettenpijpjes gevonden, brilmonturen. Dat soort persoonlijke dingen, die kunnen de verhalen natuurlijk tastbaar maken. En dat is natuurlijk belangrijk om het verhaal te blijven vertellen. Vertelt ook de directeur van Nationaal Kamp Vught, Jeroen van der Einde. Opgravingen als deze zijn belangrijk omdat je op deze manier toch weer hele andere bronnen van informatie kunt aanboren. Het bodemarchief, datgene wat er hier onder in de grond zit waar wij nu op staan, dat kan ons ook een deel van het verhaal vertellen wat aan deze plek verbonden is. Ja, en ik sprak hier eerder ook met een van de archeologen die ook al eerder opgravingen heeft gedaan in andere kampen. Zoals bijvoorbeeld in kamp Sobibor. En hij vertelt hoe dat soms ook echt heel veel indruk maakt wanneer hij bepaalde voorwerpen uit de grond weet te vinden. Ja, dan denk ik toch vooral aan de voorwerpen uit vernietigingskamp Sobibor. Daar werden heel veel Nederlandse Joden werden daarheen getransporteerd. Ook het beroemde kindertransport uit Vught. Heel af en toe vinden we bij die opgraving naamplaatjes van die kinderen. Ja, dat zijn momenten, dat is heel gek. Als je daar maanden graaft, dan word je een soort van gehard. Dan dringt dat niet meer elke seconde tot je door waar je bent. Maar als je dan een naamplaatje hebt, dan heb je onmiddellijk die emotionele connectie eigenlijk met dat slachtoffer. En dan stop je gewoon. Dan stopt de hele opgraving, vreemd genoeg. Ja, Saskia, er worden dus dingen gevonden. Dat zou zomaar kunnen dat in kamp Vught dus ook gaat gebeuren. Maar wat gaat er dan met die spullen gebeuren? Nou ja, goed, het duurt hier nog even. Ze zijn tot en met zondag zijn ze hier aan het graven. Dan moet er natuurlijk ook nog gekeken worden naar wat al die voorwerpen, al die dingen die ze gevonden hebben, wat dat allemaal is en waar dat vandaan komt. Dan komt het eerst terecht in een expositie bij het Noord-Brabants Museum, want die zijn een van de initiatiefnemers van deze opgravingen. Tot en met 14 mei is daar een expositie waarin mensen die spullen dus dan kunnen gaan bekijken. En daarna gaan al die spullen weer terug hier naar Nationaal Kamp Vught. Waar ze dan in de expositie hier terechtkomen. Saskia van Heijster vanuit Vught.